Hi iedereen, vandaag heb ik de What in My Bag video voor jullie. En ik vind die video zelf altijd super leuk om te kijken bij andere mensen. Ik vind het altijd leuk om te zien wat anderen uit hun tas halen. En ik heb deze tag vorig jaar een keertje gedaan. Helaas is de video niet meer terug te vinden op mijn kanaal. En maar hij is op een of andere manier verdwenen. Dus ik dacht, ik doe weer een nieuwe What in My Bag video. Dus als je benieuwd bent naar wat er in mijn tas zit, zou ik zeggen, kijk gewoon mee. Oké, dit is mijn tas. Deze is uit de Cowboy's Bag collectie. Het is een echt lichte tas. En ik weet dat heel veel mensen erop tegen zijn. Maar ik kocht voorheen altijd van die budget tassen. En die gaan gewoon echt heel snel kapot. Dus ik dacht, ik investeer een keer in een wat duurdere tas. En heb er gewoon lang plezier van. Ik heb hem nu echt 1,5 jaar. Hij wordt echt alleen maar mooier. Ik draag hem echt elke dag. En hij wordt echt alleen maar mooier. Hij heeft een groot achtervak. Heb ik hier gewoon een groot vak en 2 voorvakken. En wat ik altijd heel belangrijk vind aan de tas is een afneembare schouderband. En die zit hier ook aan. Als sleutelhandje heb ik er een ukje aangehangen. Waarschijnlijk zijn hier ook heel veel mensen op tegen. Maar ik vind uks echt, ze zitten zo lekker. En ja, ik vind ze zelf heel erg geweldig. Van dit model zijn ook heel veel tassen in namaakomloop. De echte kun je dus onderscheiden door deze hanger van de Cowboy's Bag. En hier staat dan in wat voor model je hebt. En dit is de Bag Small. En dit is niet de kleinste. Je hebt nog een kleinere versie. Maar deze versie is voor mij eigenlijk precies goed. Deze is volgens mij ook vooral heel erg bekend bij de scholieren. Maar ja, ik ben geen scholier meer. Maar ik vind het gewoon een hele fijne tas. Nou, laten we kijken wat erin zit. En ik begin even met de 2 voorvakjes, deze 2. En hier zit in een pakje steamroll, kauwgom. Dit is de peppermint ice. Het zijn gewoon van die blauwe kauwgompjes. Ze zijn echt super lekker. Dat vind ik altijd fijn om bij me te hebben. Dan heb ik ook nog tiktakjes. Als ik geen zin heb om te kauwen, kan ik altijd nog een tiktakje nemen. Een soort freshness gevoel. En nog een mondspray. Deze van de Action. Kan ik ook nog gebruiken dus als ik wil. Dus ik heb genoeg keuze in ieder geval. Dan naar het andere vakje. Hier zit dit doosje in. En dit is een lensdoosje. Zo'n lensenkitje. Omdat ik dus lens draag, is dit zo'n heel handig bakje. Er zit dan een lenzenbakje in. Er zit ook een pincet bij. Die gebruik ik nooit. En hier zitten toch 2 flesjes met vloeistof in. En dat is wel heel erg handig. Want zo hoef je dus niet zo'n los flesje mee te nemen. Want ik ben altijd bang dat dat gaat lekken of zo. En dat neemt ook gewoon minder ruimte in. En deze flesjes die kun je gewoon zelf vullen. En zo heb je dus altijd vloeistof bij je. Dan ga ik naar het grote vak. En ik heb nu deze dingen even dicht zitten. Maar die gebruik ik niet altijd, moet ik zeggen. Maar het is wel handig met dragen. Kijk wat hierin zit. Als eerste vind ik bovenop mijn dopper. En dit is zo'n fijne fles. Heel geschikt voor water. Maar ik doe er ook wel eens wat anders in. Ik vind het altijd fijn om wat te drinken bij me te hebben. En voorheen gebruikte ik altijd plastic flesjes. Maar ja, het blijkt niet goed te zijn als je die heel vaak her gaat gebruiken. Dus ik dacht, kies ik voor zo'n fles. Het is wel heel erg leuk. Hij is nu wel leeg, dus ik kan het jullie niet heel duidelijk laten zien. Maar je kunt hier gewoon bovenuit drinken. En als je dus zin hebt om op een wat chiquere manier te drinken, dan maak je er zo een bekertje van. En die kan dan zo staan. En dat is wel heel erg schattig. En er kan nog best wel veel in. En hij kan in de vaatwasser, vind ik het dus ideaal. Dus die gaat altijd mee. Dan mijn zonnebril. Dit is mijn Ray-Ban. En ik zal hem eventjes opzetten. Het is nu echt, het is toch wel winter. Maar ja, je merkt toch best wel dat de zon soms al best wel fel is. En dan, ik krijg best wel snel hoofdpijn als ik echt lang in de zon moet kijken. Dus ik neem dan altijd liever mijn zonnebril mee. En dit is dan mijn Ray-Ban. Met hier een Ray-Ban zo. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. En ik ben heel erg blij met deze bril. Hij was echt toen best wel duur, maar ik vind hem super. Ik wil niet meer zonder. Dus is dan wel weer een goede investering geweest. Dan een oplaadsnoer voor mijn telefoon. Deze gebruik ik eigenlijk altijd bij mijn oplader. Mobiele oplader moet ik zeggen. Ik had een andere telefoon
genomen. En er zat dus ook een andere aansluiting aan als die ik had. Maar dit snoer is echt super lang. Hij is van de hemel, maar hij is echt wel 2 meter of zo. Dus ik vind het een beetje lastig om hem eigenlijk mee te nemen. Maar ja, goed, ik had een snoer nodig, dus dan maar een uur langer. Maar eigenlijk moet je er gewoon even zo'n stukje omheen maken. Dan is hij wat compacter. Dan mijn iPod met mijn oortjes. Ik zal hem eventjes laten zien. Het is gewoon een iPod 4. En deze is dat. En er zit dan gewoon zo'n hoesje omheen. Ik vind het altijd heel lekker om muziek te luisteren onderweg. En je zult mij dan ook regelmatig met oortjes in zien lopen. En oké, er zit hier een heel klein breukje in mijn kabel. Daar baal ik een beetje van. Dat zijn best die oortjes. Die moet ik even maken. Ik heb alleen mijn muziek op mijn iPod staan en niet op mijn telefoon. Dus vandaar dat deze dan altijd meegaat. Dan mijn telefoon. Dit is mijn iPhone. En ik ben heel erg blij ook met dit hoesje. Want dit is zo'n soort viewcase cover. Die lijkt een beetje op van wat Samsung altijd heeft bij zijn telefoons. Maar deze is dan voor iPhone. En dat vind ik gewoon super handig. Dus die gaat ook mee. Oh, dan heb ik hier mijn toilettasje. Die zal ik zo meteen even laten zien wat erin zit. Dan heb ik de sleutels. En ik heb eigenlijk maar 2 sleutels, maar ik heb er vooral heel veel sleutelhangers aan hangen. Allereerst dit Fabheart. Die vind ik echt super leuk. Live, Love, Love vind ik ook wel een leuke tekst. Dan heb ik een winkelwagenmuntje. Altijd handig. En een moustache, omdat ik echt heel erg van moustache houd. Ik vind het gewoon leuk. Ik zou de sleutels ook in dit etuietje kunnen doen, maar dat doe ik nu eventjes niet. De grote sleutelhangers kunnen er dan niet in, maar ik heb hier nu eventjes een brief voor sleutels ingestopt. Want daar hebben we er maar 1 van en anders raak ik hem kwijt en het zijn best wel dure sleutels. Dus vandaar. Heel handig. Dan mijn portemonnee. Deze is ook van de Cowboys Bag collectie. Dit is de Burt Harrisfield. Heel erg handig. Je kunt hem ook als clutch gebruiken. Nou ja, ik doe het nooit. Ik heb een vakje voorop en dan hier nog een steekvakje. En dan heb je hier gewoon zo'n groot vak. Maar er zit eigenlijk nooit wat bijzonders in. Alleen maar pasjes en dat soort dingetjes. Dus het is wel een lekker groot portemonnee. Daar hou ik wel van. En deze dan ook wel echt leer. Maar ja, dat vind ik ook zoiets. Heb ik gewoon 1 keer goed geïnvesteerd en heb ik jaren gewoon plezier van. En ik hou ervan als een portemonnee wat groter is. Even kijken. Een pen van Paul Frank. Schattige aapje. Handig om mee te schrijven. Dan een aansteker. Dit is een iPhone. Doet dit ook? Ja, hij doet het. Heel fijn. Soms wel handig om bij te hebben. Dan heb ik een opschrijfboekje. Dit is ook een iPhone. Het is gewoon met lege blaadjes. Dus hier kun je gewoon, als je wat wil opschrijven, kun je dat hierin gewoon doen. Als ik ideeën krijg of zo. Je weet het niet, voor onderweg. Dan heb ik hier een etuietje en hier zit een klantenkaartje in. In mijn portemonnee past er niet zo heel veel, dus ik heb alleen de belangrijkste in gedaan. Dan heb ik hier gewoon de rest in gedaan. Je gebruikt dat niet heel erg vaak, maar dan zul je net zien dat je dus een winkel in gaat waar je dus een klantenkaart van hebt en dat je hem bij je hebt. Dus ik heb hem maar gewoon standaard in mijn tas zitten. Dan heb ik hier mijn Tangle Teaser. Dit is zo'n hele handige borstel. Heb ik al een keer gereviewd. En dit is dan de kleine versie. En hier kun je zo heel fijn je haren mee kammen. Het gebeurt toch wel eens dat ik onderweg ga. En dan heb ik wel mijn haren gekamd. En als ik dan ben ik onderweg, dan zit er ineens een klit in of zo. Dat kan ik echt niet tegen, want dan ga ik plukken. En dat is natuurlijk niet echt fijn voor je haar. Dus vandaar naar die Tangle Teaser. Oké, ik heb haarlak van ProSet, een mini flesje. Droog shampoo. Je weet nooit wanneer het aan pas komt. Dan heb ik hier een etuietje met wat vrouwelijke producten voor de maandelijkse termijn. Verfrissingsdoekjes. Deze van de Hema. Gewoon lekkere doekjes om eventjes of voor je handen of om op te frissen in ieder geval. Oh, dan heb ik hier nog een etiketje met nog een paar kleine minietjes. Dit is een deodorant van Dove. Oké, echt super fijn om deo bij te hebben. Alleen ik ben helemaal uitgeroken op die geur. Ik vond hem echt super lekker. Echt heel lang super lekker. Maar
Sinds een tijdje staat hij me echt tegen. Dus als hij op is, koop ik hem niet meer. In ieder geval voorlopig. Want... Ja. Oké, dan heb ik zelfs nog... Oh ja, heel belangrijk, zonnebrand. Het is winter, wat doet het erin? Kun je zien. Als laatste heb ik nog... de Pink collectie van André Lon Volume Powder. Als je dus echt plat haar hebt of zo, dan kun je een beetje volume erin doen. Dat is wel, wel handig soms. Dan heb ik mijn agenda. Dit is een agenda van Action. Deze kun je zelf navullen. Het is wel super fijn. En hier, de week waar we dan zijn, heb ik zo'n dingetje zitten. Er staat een snorretje op. En ik ben nu wel blij met deze navulbare. Want voorheen kocht ik altijd die gewone. Maar ja, ik heb katten en het gebeurde nog wel eens dat ze bijvoorbeeld wat op die agenda deden. En dan waren al die blaadjes vies. En deze kun je gewoon zelf nieuwe inhoud verkopen. Dat vind ik wel handig. Een opvouwbaar tasje. Dit is zo'n... Ik zal hem even uithalen. Zo'n handig zakje. En daar kun je dus of je boodschappen of je aankoopjes in doen. Ik had laatst bijvoorbeeld, had ik echt, toen had ik hem niet bij me. En dat vond ik echt zo'n baanmoment. Want ik had wat van kleren gekocht. En toen kwam ik bij de kassa en toen hadden ze gewoon, gaven ze gewoon echt geen plastic zakjes. Dus daar liep ik dan op straat met die kleren. Ik dacht, oké, best wel bizar. Dus ik heb hem gelijk weer leeggehaald en hem erin gestopt. Dan is hem nu, is deze nu leeg. Oh nee, hier nog zakdoekjes. Altijd handig. Dit is mijn back-in-back trouwens. Hier zie ik mijn mobiele oplader nog. Dit is gewoon zo'n tasje in je tas. En omdat deze tas heeft maar één groot vak binnenin. En ik vind het wel fijn om wat verdeelvakjes te hebben. Dus vandaar dat deze erin zit. En hier zit ook nog zo'n hangertje aan. Dan kun je je sleutels eventueel aan doen als je dat zou willen. Maar deze is best wel groot. Dus deze is wel fijn. Oh ja, dan is dit mijn mobiele oplader. Deze is van Duracell. Dit is de 3-uurs versie. En dan hoort dit snoer daarbij. Voor mijn iPod of voor mijn iPad. En daar ga ik dus ook eventjes dat lange snoer proberen in te wikkelen. Dat is wel handig. Dan heb ik nog een klein binnenvakje en nog een paar steekvakjes. Dus die ga ik ook nog even kijken wat daarin zit. Een kledingborstel. Super handig natuurlijk. Ik heb katten en... Het gebeurt nog wel eens regelmatig dat ik dan net mijn kleding heb afgerold, zeg maar. Maar dan ben je nog niet helemaal klaar om te gaan. En dan komen ze nog wel eens op schoot zitten. Dus als ik echt helemaal onder de haar zit, kan ik hem altijd nog even afrollen met deze. Dan heb ik hier een blikje en er zitten wat aspirintjes in. Oh, er zit ook een leeg stripje in, dus die kan eruit. Dat is ook wel fijn om bij me te hebben. Oh ja, dan heb ik, dit is een blijmaker van de HEMA. Die hebben ze sinds kort, die blijmakers. Dat zijn dingetjes, die kosten echt 1 of 2 euro. En ze hadden nu van die handige pleisterdoosjes. En hier zitten dus gewoon pleisters in. Die kun je er dus zelf ook gewoon bijvullen. Vind ik echt super handig. Ik heb er zelf ook bladerpleisters bij ingedaan. Maar die zitten daar niet in. Maar je hebt verschillende kitjes. En dat vond ik gewoon handig om bij me te hebben. Oh ja, dan heb ik hier nog een binnenvakje. Och, weer zo'n klein schattig zakje. Ik heb echt overal van die zakjes in mijn tas. Nou ja. Dit is mijn tassen hangen. Dit is wel heel erg leuk, want kijk. Als het werkt natuurlijk. Dan leg je dit deel leg je zo op je tafel. Dit. En dan kan hier je tas aan hangen. Nou, hij blijft echt hangen, hoe zwaar die ook is, hè. Ik heb best wel vaak, als ik bijvoorbeeld bij IKEA of zo ben. Dan vind ik het toch wel fijn om die tas gewoon aan de tafel te hangen. Want dan heb ik hem ook gewoon dicht bij me. En dan gebruik ik deze. En dan heb ik hem ook best wel vol zitten. En dan blijft hij gewoon hangen. Dus dat is wel super, super fijn. En als laatste zit hier nog mijn OV-kaart in, die ik eigenlijk nooit gebruik. Maar goed, hij mag mee. Dan heb ik nog een achterzak. En ik weet niet of daar wat in zit. Nee, die is leeg. Nu is mijn hele tas echt helemaal leeg. Echt, hij is lekker plat nu. Hij is echt best wel zwaar, ook als er niks in zit. Maar ja, het zal komen door het weer. Als laatste dan nog eventjes mijn make-up tasje. Dit make-up tasje zit er altijd in. Er zitten echt ook... Alleen maar budgetproducten in. Echt alleen maar bijna Action producten. Omdat ik dit gewoon niet heel erg vaak gebruik. Maar toch bij me wil hebben. En het eerste wat ik dus zie is mijn afgebrokkelde mascara.
Ik wist eigenlijk niet eens dat hij stuk was. Maar zo ziet hij er dus nu uit. Ik kan hem ook niet meer gebruiken. Ik ga hem zo wegdoen. Ik moet er eventjes een nieuwe in stoppen. Maar normaal zit er dus een mascara in. Kijken. En een wenkbrauwpotlood is erin. Altijd handig. Een klein puntenslijpertje. Een handcreme. Een minietje van de Kruidvat. Ik vind het trouwens echt super fijn dat je tegenwoordig zowel sweaters als zomers die minis kunt kopen. Want vroeger kon je ze alleen maar in de zomer kopen. Dus ik ben er wel blij mee dat ze tegenwoordig het hele jaar door er zijn. Een BB cream, ook van de Action. Een spiegeltje van de Primark. Heel erg schattig hartje. Een mini veldje. Een wimperkruller. Een kokosnotenlippenbalsem. Gewoon een blanke. Ruikt wel heel erg lekker trouwens. Een mini tweezerman. Een handig kokertje. Vind ik echt jammer dat je die bij de grote er niet bij krijgt. Kokertje. Een klein crème van de Nivea. Oh, volgens mij is die Fluba. Fluba geworden. Volgens mij kan die weg. Lippotlood. Lipliner. Een mooi oogschaduwkleurtje. Deze is gewoon van Action. Ik vind hem echt wel heel erg mooi. Want er zit een subtiele glitter in. En op de achtergrond hoor je mijn kat. Die is Cross. Die wil even laten weten dat hij er ook is. Hier zit, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar er zit echt een subtiel glittertje in. Heel mooi kleurtje. Een blush van de Action. Een poeder van de Action. Zo, die viel om. Essence concealer in de kleur Soft Sand. Desinfecterende handgel. Deze is echt super lekker. Hij ruikt wel lekker fris. Een oogpotlood. De tekst is er afgesleten, maar hij is gewoon van de Action. Een eyeliner. Deze is ook van de Action. Het is gewoon zo'n kwastje. Even heel voorzichtig doen. Ik wil niet dat hij lekt. Een kwastje voor mijn oogschaduw. Dan heb ik zo'n kwast. Gewoon heel erg handig voor onderweg, want er komt niet al dat poeder overal in je make-up tasje. Dat je wel dicht blijft zitten. Dan heb ik een lipgloss. Die zat ook een lichtje in, maar die is er lang af uit. Oh, die doet niet meer. Er zit een spiegeltje in, maar eigenlijk vind ik hem een beetje vies. Als je hem opdoet, is het kleurtje heel mooi, maar hij geeft zo'n raar smaakje. Ik weet niet. Dan weet ik wel dat lipgloss niet om op te eten is, maar ja, als het in je mond komt, nee. Ik vind het echt smerig. Dan heb ik een eyeliner pen van Essence. Als laatste nog een lippenstift. Deze is ook van de Action. Maar deze is ook aardig verbruizeld. Gaat zien. Wel een mooi kleurtje op zich. Ik moet wel zeggen dat het allemaal een beetje armoedig is. Al die verpakkingjes inmiddels. En als laatste heb ik een stuiver van de Easy Paris. Hier kun je favoriete luchtje in doen, zodat je die altijd bij je hebt. En ik moet deze bijvullen, zie ik. Nou, dan was dit dus alles wat er in mijn tas zit. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat er in mijn tas zit. Nou ja, het is echt een heleboel. Ik ga hem zo eventjes een beetje schoonmaken, opruimen en dat soort dingetjes. Nou, als je het een leuk filmpje vond, doe even de duimpjes omhoog. Abonneer je op mijn kanaal voor de nieuwste video's om die in de gaten te houden. En ik zie jullie gewoon de volgende keer weer. Doeg!